band Devastrate was als laatst. En ze gaven toch wel de indruk dat ze heel erg eigen waren. Dus gewoon sowieso goede nummers, zaten goed in elkaar. Samenspel was ook goed, ze waren erg strak. Dus ja, dat vond ik wel heel tof om te zien, ja. Devastrate. Het is wel een lastige naam. Het wordt niet door iedereen echt goed uitgesproken. Het is echt Devastrate. Ja, het is meer, heeft meer een politieke achtergrond. Met uit een raam springen, ik weet het ook niet precies. Ik heb het al geweten, maar het is nog eventjes weg. Maar het gaat over uit een raam springen, dat wel. Volgens mij een jaar of anderhalf jaar, maar ik zit er pas sinds maart bij. De vorige zomerfest is er uitgegaan en daarvoor ben ik in de plaats gekomen. Ja, we repeteren allemaal in Heerlen, maar we komen zo uit allemaal andere plekjes. Ik vond het goed gaan. Ja, ik had wel een foutje gemaakt met de tekst, maar ja, dat probeer ik zoveel mogelijk te voldoen. Het is echt een vette plek om hier te spelen. Sowieso omdat het zo ondergronds is en het heeft wel zo'n chille vibe, vind ik. Ja. Ik zing eigenlijk al vanaf kleins af aan. Maar toen was ik nog niet serieus. Op mijn 10e ben ik begonnen met musicallessen, waar ik dan ook kleine zanglesjes had. En op mijn 12e ben ik echt begonnen met zanglessen. En ik ben nu 18, dus sindsdien ben ik eigenlijk ook niet meer gestopt met zingen. Ik doe nu ook de muzikantenopleiding. Ik zit nu in mijn examenjaar. Ook voor zang ben ik dan aangenomen. En dit jaar studeer ik af en dan ga ik naar Enschede met de singer-songwriter. De band bestaat uit 5 leden. En daar hebben we Mickey Lahaye op de bas, onze bassist is dat. Op de drums hebben we Jon Rijntjes. Onze leadgitarist is Dennis Slag. Dat is de ritmegitarist. En dan heb je de leadgitarist met alle solos, dat is Sim Adema. En ik als front vocalist is Frank Albers. Ja. We kunnen altijd op onze Facebook terecht, dat is gewoon de Devastrate. En we hebben een Instagram en je kunt ons ook persoonlijk een bericht sturen. Bij afloop zijn we samen bij elkaar gekomen om te kijken welke twee bands dan door zijn naar de finale. We waren het allemaal met elkaar eens, toch? Urban Distortion en Devastrate. I caught you talking in your sleep.
Ja, omdat ze toch, ze hadden alle twee ook eigen muziek, eigen stijlen. Het sprak toch wat meer aan. Het publiek is ook wat groter. Ik merkte bij de andere twee bandjes was het publiek toch voor één bepaald soort. En ik vond wel dat deze twee bandjes door zijn naar de finale, omdat ze ook... het was eigen werk. En ze hadden ook wat interactie met het publiek. Maar ik denk wel dat uit alle twee de bands meer te halen valt. En dat ze dus daarom door zijn naar de finale.